Hoi meisje. Het is 7:10. Ga je turnen? Ja. Turnen betekent voor mij heel veel. Ik doe het nu 24 uur in de week. En het geeft wel een kick als je dat hebt gedaan. Dat ik steeds hoger wil. Dat is wel cool. Haar vierde zit pleun op turnen. Ze is Nederlands kampioen en hoopt ooit de beste van de wereld te worden. Het lijkt me gewoon heel cool. Omdat, dan sta je zeg maar daar wel voor Nederland. Om dat te bereiken geeft pleun alles. Ze gaat naar een speciale school, traint bijna elke dag en let op wat ze eet. Haar ouders brengen er overal naartoe en betalen de kosten. Bijvoorbeeld voor de training. Per maand, nu 24 uur, is iets van €200, maar er komt nog 4 uur bij. Dus dat wordt ongeveer 250. En dan wordt het ook nog benzinegeld en het wedstrijdgeld. Je moet elke keer als je wedstrijd ingaat, moet je geld geven. Alles bij elkaar is dat een paar €1000 per jaar. Goed zo, pleun, dat is mooi afgemaakt. En dat kan niet iedereen betalen, zegt ook oud-topschaatser Yvonne van Gennep. Ze heeft een fonds opgericht dat jonge talenten helpt als er geld tekort is. Ik vind dat elk kind wat talent heeft en er ook echt alles aan wil doen om het eruit te halen, om zich verder door te ontwikkelen. Ja, dan mag geld gewoon geen rol spelen. Dan mag het niet uitmaken of je rijk bent of arm. Gaat er dan nu talent verloren? Nou, ik ben bang van wel. Want topsport kost nou eenmaal heel veel geld. En als je dat niet hebt, ja, dan heb je gewoon vette pech. Bij Sportbond, NOC en NSF denken ze niet dat er talent verloren gaat. Maar ze snappen wel dat topsport op jonge leeftijd veel geld kost. Er zijn een paar sporten, turnen is daar een voorbeeld van, waar je al heel veel uren moet trainen op jonge leeftijd om die top te kunnen halen. Waar het daardoor ook wat duurder wordt gemaakt. Dat betekent wel dat het steeds lastiger wordt voor ouders die wat minder geld hebben om het te financieren voor hun kinderen. De Sportbond kan niet alle jonge talenten helpen. Daar hebben ze simpelweg niet genoeg geld voor. Maar ze willen natuurlijk wel dat jonge sporters doorgroeien naar de top. Voor ons als sportland is het natuurlijk belangrijk dat wij kunnen laten zien hoe goed wij zijn in sport. Daarom hebben ze in heel Nederland grote trainingscomplexen opgezet. Voor elke sport een paar. Daar kun je trainen met de beste trainers en zijn er sponsors die helpen. Dat maakt het goedkoper. Maar daar heeft pleun niets aan. Zij woont in Utrecht en de belangrijkste turnhallen zijn minstens een uur rijden. Het is niet te doen om daar elke dag heen te gaan. Nou, ik vind het af en toe wel een beetje flauw, want wij zitten niet hier in een complex. En dat zitten bijvoorbeeld in Almelo of in Heerenveen of zo, is dat wel. En die hoeven dus daarom minder te betalen. Daar naartoe verhuizen is voor talenten zoals pleun volgens Yvonne van Gennep geen goed idee. Daar zijn ze nog te jong voor. En dus is ze het niet eens met hoe het nu gaat. Nou, stel nou bijvoorbeeld dat een Epke Zonderland of een Daphne Schippers in een gezin waren geboren waarvan de ouders weinig geld hadden. Dan was het echt heel erg moeilijk geweest om naar die top te komen. Want dan hadden ze gewoon dat geld er niet voor gehad. Ja, en dan hadden we dus ook geen wereldkampioenen gehad. Hadden we er niet van kunnen genieten. Pleun moet er niet aan denken dat het allemaal te duur wordt en dat ze zou moeten stoppen. Het is natuurlijk heel leuk als je heel goed kan turnen. En als je het droom niet waar kan maken om goed te kunnen turnen in een leuke hal, dan... Ja, dat is natuurlijk wel zonde van je droom. Kom op, leuk. En dus is ze heel blij met haar ouders. En met de mensen uit de buurt die soms geld voor haar inzamelen. Allemaal om die ene droom waar te maken.